Het idee om mee te doen aan de verkiezing Talentse Praktijk van het Jaar is ontstaan doordat een van de mensen die bij ons toevallig werkzaam was, zei van joh, is dat niet een leuke competitie waar wij aan mee kunnen doen? Nou, en ik vond dat meteen een mooi idee. Ik denk dat wij gewonnen hebben doordat we vrij uniek zijn in het totaalconcept. Dus alles onder één dak is in dit geval ook echt alles onder één dak. Dus naast de verschillende disciplines hebben we ook een volledig digitaal tandtechnisch centrum. Dus die zorgt ervoor dat wij onze kronen, bruggen, facings allemaal dezelfde dag kunnen maken. En daar geven we dan vervolgens nog eens levenslange garantie op. We zijn volledig op de patiënt gefocust dat hij zo mooi mogelijk, zo snel mogelijk en zo goed mogelijk en zo compleet mogelijk behandeld wordt. Je merkt ongelooflijk veel positieve reacties van patiënten, hè, direct op de verkiezing. Mensen zijn er heel enthousiast over, mensen voelen zich ook trots dat ze hier zijn. En uiteindelijk zijn er ook allerlei instanties naar ons toegekomen, waaronder bijvoorbeeld de ACTA die hier gevraagd heeft, jongens, jullie zijn praktijk van het jaar. We willen graag onze studenten bij jullie opleiden, dus we hebben gesprekken gevoerd. En in principe gaat dat vanaf mei, juni dit jaar geregeld worden. Dus dat heeft het concreet gebracht. We waren bij de laatste drie genodigden. En ik had mijn personeel gezegd, jongens, dit is best uniek. Er zijn natuurlijk 5000 praktijken die in Nederland hier in principe voor in aanmerking zouden komen. Maar ik zei, jongens, als we het worden, dan heb ik nog een mooie verrassing. Dan gaan we met z'n allen op wintersport. En in januari zijn we dus inderdaad ook op wintersport geweest. 5 dagen met z'n allen. En dat was een nog veel groter feest dan het grote feest wat het al tijdens de verkiezing was. Ja, echt mooi.